niet te geloven dat Michael. Niet te geloven dat mijn schatje er niet meer gaat zijn. Geen zorgen. Alles komt goed. De dokters zijn er en Michael is in goede handen. Ik geloof me. Excuseer, heren. Dokter, is er nieuws over mijn man? Is er nieuws over mijn broer? En over mijn pa? Geen zorgen. Ik heb goed nieuws. Bij Michael en Mark hebben allebei de kogels eruit gehaald. Michael ligt nu momenteel in coma. Mark is in een betere hand. En wanneer gaat hij wakker worden? Dat weten we nog niet. Maar u kunt het geruststellen. Michael is een vechter. Dat komt in orde. Je gaat eraan, Michael. Niemand komt je redden. Ik ga jou vermoorden. Nee. Help! Iemand! Dokter? Ja, zuster? De patiënt Michael is helemaal over zijn toren. Schattie! Rustig, schattie. Rustig. 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 Wat is er gebeurd? Stijn. Stijn, Aaron en Jelle en de rest van zijn bende zijn ontsnapt. Ze hebben je nog eens neergeschoten en gemaakt en toen zijn ze gevlucht. Maar ja, het goede nieuws is, je mag van de dokter morgen al terug naar huis. Weet mijn ouders dit? Weet mijn mama dit? Nee, ze weet van niks. Pa? Ja, jongen. Ik kan niet geloven dat je de kogel hebt opgevangen voor ons. Tuurlijk doe ik dat. Jullie zijn mijn zonen. Niks gaat er door. Als er iemand je kwetst, dan kwetst hij mij ook. Ik vang sowieso graag een kogel op voor jullie. Dankjewel, papa. Dank u, pa. Dank u. Milan. Ik bedoel, Vincent? Ja? Kunt je als privéactieven ook kunt je Stijn en zo opsporen? Geen probleem. De politie is er ook al mee bezig. Dus binnen een aantal dagen zitten die twee terug waar ze horen. Kunt je mijn telefoon even aangeven? Ik moet een telefoontje doen. Oké. Hallo, met Ben. Ja, Ben. Het is met mij, hè? Ja, zou ik de pers kunnen afhandelen en ik wil heel graag dat je terug mijn manager bent. Al zeker naar heel die Aaron-historie. Dat is geen probleem. Tuurlijk doe ik dat. Dit is reporter Mette Thijsner, altijd ter plaatse in een oude verlaten school, waar de manager van Michael Marquez, Ben, onmiddellijk nieuwe uitleg geeft over de huidige situatie. Is het waar dat de heer Marcus Michael werd neergeschoten door Gele Stijn? Nee, geen commentaar. Alle vragen worden vermijd door een persconferentie dat volgende week ter plaatse gaat zijn. En wat gaat er nu gebeuren? Wordt er een onderzoek gestart? Ja, wij gaan er alles aan doen om de personen te pakken die mijn cliënt hebben neergeschoten. Plus de vader van mijn cliënt. Dat was met de tijd voor het dagelijkse nieuws. Het nieuwsitem volgt u. Jij volgt het nieuws. Bye. Ik had onze vakantie toch allemaal voorgesteld, schatje. Ik ook. Maar ik ben blij dat jij nog leeft. Maar... Ze hebben allebei veel geluk gehad, meneer. Maar helaas is er één van hun wel een nier kwijt. Michael's nier hebben we niet kunnen verwijderen, maar die van je vader wel. Dus, je vader moet nog een... Je vader mag ook morgen naar huis, maar hij moet het super rustig aan doen.
Geen, niet meer op stap gaan, niet meer drinken, niks meer. En zeker niet werken. Robbe, dan moet jij de bakkerij ophouden. Dat is geen probleem, papa. Ik doe dat met veel plezier. Wat? Je dacht toch niet dat dit het einde van het verhaal was? Dacht je dat? MUZIEK